Hallo mensen, welkom terug in de Minecraft Mega Blok wereld. Vandaag gaan we de Redstone Comparison doen en ik weet het, ik had beloofd dat ik nu in deze video een compleet treinspoor zou gaan maken met World Edit. Ik heb dat geprobeerd, maar het is toch best lastig om alles helemaal goed te krijgen en zo. En ik had ook in een aparte wereld, had ik zeg maar bochtjes gemaakt en stukken rails die dan schuin omhoog gingen. Alleen die wereld is dus niet opgeslagen, zeg maar. Waardoor ik dat allemaal weer opnieuw zou moeten doen. Dus laat even de comments weten of je dat nog heel graag wilt zien. Als mensen dat heel graag nog willen zien, ga ik het waarschijnlijk nog een keer ga ik die blokken nog een keer maken. En dan ga ik het wel doen. Maar in de tussentijd ga ik gewoon even de Minecraft Comparator maken. Dus laten we beginnen. Ik dacht slim te zijn door de filcomment te gebruiken. Ik was al even vergeten dat ik met verschillende kleuren wol moet je weten wat het nummertje ervan is, zeg maar. Dus dat ga ik nu even opzoeken. Wat nou precies het nummer van van grijze wol. Niet donkergrijs, maar grijze wol is. Dus ja, die ga ik even opzoeken. Yes, het is gelukt. Dat is dus nummertje 7 is donkergrijs. Nee, dat is gewoon grijs. Dan moet ik nu alleen nog even deze buitenlijnen doen. En ja, in principe had ik ook een gewoon hol kunnen houden. Maar dit vind ik wel leuk zo. Dan moet ik even kijken bij hoeveel het is. Ik heb nu een klein probleem met dat het wel lijkt alsof dit meer dan 16... Oh nee, ik zie het al. Dat donkerbruine, nou überhaupt, dat is... Dit is überhaupt, het is net, het zijn geen 2 pixels zeg maar. Zoals een blokje in Minecraft 16 pixels bij 16 pixels bij 16 pixels is. Zo is dit, niet die toortjes zeg maar, de redstone toortjes, die ervoor zorgen hoe het werkt, zogenaamd natuurlijk. Die zijn niet pixels, 1, 2, 3, 4, dus ik moet even zorgen, 1, 2, 3, 4, ja dan kan ik aan allebei de kanten een toorts van 2 bij 2 maken, dus dat ga ik dan maar gewoon doen. Zo vind ik het best mooi geworden. Dus even deze uitzetten. Ik vind het best oké geworden. Het is niet mijn mooiste mega blok, vind ik zelf. Zelf vind ik nog steeds die extra rails heel mooi. Dat
vind ik echt de mooiste die ik ooit heb gemaakt, zeg maar, in Megablok. Maar goed, dit is de comparator. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende keer.